Het Admiraal de Ruyter ziekenhuis heeft verregaande overeenstemming met geldschieters voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis bij Middelburg. Dat staat in een brief van het ADRZ aan de gemeente Middelburg. In de brief staat dat banken en miljonair Henk van Koeveringen geld in het project willen steken. Het ziekenhuis bij Middelburg komt in de plaats van het huidige ziekenhuis in Vlissingen. Door de vorstperiode van de afgelopen weken hebben honderden schoolexters het loodje gelegd rondom de Oosterschelde. De vogels zijn waarschijnlijk overleden door de combinatie van een periode met harde wind, gevolgd door vorst en ijs. De Oosterschelde heeft, na de Waddenzee, de grootste schoolexterpopulatie van Europa. In januari zijn dat er zo'n 60.000. De toekomst van topturner Anthony van Asje uit Sas van Gent hangt aan een zijden draadje. Van Asje heeft geen sponsors, waardoor hij veel training moet geven om rond te kunnen komen. Om topsport te kunnen bedrijven moet hij zich volledig kunnen toeleggen op zijn eigen carrière. Vorig jaar pakte de Zeeuws-Vlaming nog 2 Nederlandse titels. In een huis aan de Larikstraat in Terneuzen is gisteravond een man licht gewond geraakt bij een ruzie met vrienden. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Waar de ruzie over ging is nog onduidelijk. De politie heeft in het huis aan de Larikstraat onderzoek verricht. Heeft u tips? Bel ons of mail.